spullen jullie kijken naar alweer een nieuwe video. Vandaag is het maandag en dat betekent dat het tijd is voor Fanmail Maandag. Dit is een nieuwe soort van upload schema die ik heb bedacht. Dus laten we gelijk beginnen met de fanmail. We hebben hier een paar fanmails liggen die ik nog niet heb opengemaakt, maar die ik nog wel moet openmaken. Dus laten we daarmee beginnen. Laten we de eerste doen. De eerste, dat is deze. Dus hopelijk zijn jullie het mee eens met mijn uploadschema. En als het een keer niet door kan gaan met video's uploaden, dan laat ik het gewoon van tevoren weten. Oké. De brief. Vorige keer heb ik dus per ongeluk de adres laten zien. Dus dat zal nu niet meer gebeuren. Want ik ga nu eerst even de brief doorkijken. En er zit geen adres op. Dus hoi Pookmeisje, ik ben echt al heel lang fan van jouw filmpjes. Daarom heb ik wat kaarten opgestuurd. Er staat niet bij van wie. Misschien kan je dat in de beschrijving zetten. Dus de kaarten die ik heb gekregen, dat is een Zygarde Reverse Holo van Fates Collide. Dat is een reverse rare trouwens. En we hebben, oh my gosh, Mega Steelix EX Full Art van Steam Siege. Oh ja, na de filmpje heb ik nog een kleine surprise voor jullie. Oh, en een Crobat, break van een promo is dit. Super tof. Wauw. Eerste fanmail, super toffe kaartjes. Oké, tweede fanmail, dat is deze. Oké. Oh, dit is echt cool. Oh my gosh, dit is echt goed. Een postzegel erbij. Dan kan ik zeg maar zeker weten iets gaan versturen. Want anders moet ik helemaal naar de post lopen. En dan, soms kan dat niet. Brief 1 en de tekening. Ja. Pancham. Heb ik zelf getekend. Dat zie ik. Superleuke Pancham. En dan hebben we hier de echte brief. Hoi Pookmeisje. Ik ben een enorme fan. Ik ben een enorme fan van jou. Ik kijk je sinds kort en toch al een fan. In brief 1 krijg je een tekening en in 2 een paar Pokémon plaatjes. PS, wil je wat sleeves opsturen? Groetjes, Jelmer, 9 jaar. Cool. Waar is dat dingetje met de kaart? Oh, hier. Oké, dan hebben we het laatste pakketje en daar zitten de kaarten dus in. Oké, dan hebben we wat kaartjes van Jelmer. En dat is een Jigglypuff. Monferno. Larvitar. En een Armor Fossil Shield dan. En dit is... Even kijken. Oh ja, ik dacht dat het een misprint was. Super toffe kaartjes. Daarna hebben we een wat grotere fanmail. Laten we dat even openmaken. En alles eruit halen wat erin zit. Oké. Hebben we hier eerst lezen. Kijk of er een adres op staat hoor. Sorry. Geef me een momentje. Anders krijg ik problemen met de ouders en dat soort dingetjes. Even kijken. Oké, er zit geen adres op. Oké, hoi Pookmeisje. Ik was jouw 1021ste abonnee. Dat weet je dus nog. Ik ben 12 jaar en super fan. Ik ging packs openen door jou. Daaruit kreeg ik 47 EX'en. Ik heb voor jou wat holo's. Doe dit in volgorde 4, 2, 1, 3, 5. Oké, die moet ik aanhouden. Een verrassing, wat coole kaarten, tekening, 3 custom booster packs. Doe de gewone card trick. Groetjes, Jacob IJsselstein uit Friesland. Oké, dan moeten we dit ding aanhouden. Oké, dus het is 4. We zoeken naar de 4, oké. Is er een 4? Dus nummer, dat is nummer 1. 3, 5, 2... Ja, nummer 4 is dit. Kijk wat we hebben. Een tekening van een pokébal. Sorry, ik kan niet zo goed tekenen. Maar ik vind het wel een goed gelukte tekening van een pokébal. En trouwens, hebben jullie nu ook vakantie? Ik heb ook vakantie. Hopelijk hebben jullie goede vakantie. Nummer 2 hebben wij... Dit is de nummer 2. En daar hebben wij sleeves van Solgaleo. Dat is een van de Elite Trainer Box volgens mij. Cool. Ik heb nog nooit een Elite Trainer Box geopend.
Omdat ik dat een beetje zonde vind om open te maken. En want ik heb je spullen toch niet nodig. We hebben Froakie Coin. Super tof. Van Froakie. En dan hebben we binnen nog een... Oh, een Meloetta 20th Anniversary Pin. Van de Mythical Collection Box. En als laatst hebben wij... Een Genesect Coin van de Genesect Mythical Collection. Super toffe kaartjes. Kaartjes... Pins en andere spelletjes. We hebben nummer 4, 2 en nummer 1. Dit is nummer 1. En daar zit de Hollows in, volgens mij. Laten we kijken wat hierin zit. We hebben een Klinklang. Dana Reverse Hollow. Piloswine. Fisherman. Rotom. Scatterbug. En een Swaddle. Dit is alles een Hollow. En de rest foils. Reverse Hollows. Oké. Nummer 4, 2, nummer 1, nummer 3. En dat is... wow, oké, wacht. We beginnen dan met een... What? Een Brock's Grid Full Art. Wacht, ik laat u eventjes zien dat het een echte Full Art kaart is van Evolutions. Wauw, kijk die shine. Helemaal goud. En dan hebben we ook nog een Popplio, een Rowlet en... Oh, dit is van zo'n collection box van Solgaleo en Slunana. Ja, dat was het. Laatst hebben we nummer 5. Ik kan deze ook eventjes wegleggen. Dit is nummer 5. En daarin hebben wij 3 custom booster packs. Laten we beginnen met de eerste custom booster. Is die al open ergens? Oh, hij is hier open. Oh, hij is aan de bovenkant open. En hier hebben we de Cocard. Sorry als de camera een beetje langzaam doet. Het is een beetje donker, maar ja. De card trick is gewoon normaal, denk ik. Oké. Dan hebben we een Carbink. Jigglypuff. Riolu. Deerling. En nog een Carbink. Ammonite. Whimsicott, Larvitar, Reverse Bisharp, dat is een Reverse Rare. En de Rare is een Venusaur EX van Generations. Die zal ik gelijk in een sleeve doen. Of in een... Ja, oh ja, ik doe het wel gewoon. Wauw. Dan hebben we de volgende pack. Die is al open aan de achterkant. Onderkant bedoel ik, ja. De pack trick gewoon. Card trick, sorry. We hebben een Krogunk. Oshawott. Meryl. Ponyta. Litwick. Zygarde. Drifloon. Arma Fossil Shieldon. Klang. Reverse Infernape, dat is ook een reverse rare. En een Gengar EX. Phantom Forces. Wauw. Dat zijn een paar super toffe kaarten. Dan hebben we de laatste custom booster pack. Normale card trick. Dan hebben we een Petalil. Rattata. Numel. Electabuzz. Pharaoh Seed. Puzzle of Time. En dan hebben we nog een Stantler. Cricktune. Oh, wauw, kijk eens. Een Hydreigon Break. Steam Siege. En de Rare is een Cobalion Rare van Steam Siege ook. Oké, dus we moeten een beetje opschieten, want het wordt heel snel donker. De laatste fanmail heb ik hier zo met een hele mooie verpakking. Dus laten we alles even heel snel eruit doen. Knop. En dan hebben we de brief. Hoi pakmeisje, voordat ik verder ga, deze pen schrijf vervelend, daarom pak ik potlood. Wauw. Ik blijf anoniem. Eerst verwilde ik me en ging op YouTube kijken voor leuke video's. Toen zag ik een Pokémon pack opening van pakmeisje. Toen dacht ik, YOLO, ik ging je fit kijken. Meteen geabonneerd op jouw kanaal. Ik ben aan het denken om ook
een Pokémon kanaal te beginnen, maar ik twijfel, kun je me helpen? Nou ja, ik heb ook een tekening gemaakt en Pokémon kaarten in de envelop gedaan. Voor de lol heb ik een Pokémon meisje logo gemaakt. Op de andere brief staat een persoonlijke info voor achter de camera. Bij tekening zitten nog een paar extra kaarten. Oké. Hier hebben we kaarten, info plus vraag. Ik weet niet of dat anoniem is. Oh, was het? Ik weet niet of dat anoniem is trouwens, dus ik ga het maar niet laten zien. Wacht, ik weet het niet meer. Wat is dit? Logo. Oh ja, laten we eens een kijkje nemen bij de logo. En merken jullie dat het steeds donkerder wordt? Wacht, ik doe even de lamp aan. Momentje. Oké, ik heb de lamp eventjes aangedaan. Misschien is het niet zo heel mooi, maar ik heb geen andere keus. We hebben hier een Pokémeisje, dit is van mijn Tin. Gotta catch him. Oh, stuur jouw FCBM. Super tof. Dan hebben we ruilen 2. Ik weet niet of die hiermee bedoelt. Ik heb het niet in de bericht gezet. Maar we hebben Yveltal, ik was aan het zeden, was het mailman als je wilt ruilen. Oké. Dan hebben we hier wat kaarten, denk ik. En een tekening nummer 2. Even kijken hoor. Aha. Wauw. Een Charmeleon. Verkleed als Charizard. Super mooi. En dan hebben we wat kaarten erbij. En dat is een Mankey. Primey. Barboach Reverse Holo. Energy. Chatot. En nog een Chatot. Joepie, Chatot. Ik hou van Chatot. Wauw. Dan hebben we nog een ruilen nummer. Oh, die hou ik voor mezelf. Dan hebben we Rares, Uncommons, Commons en volgens mij, wat is het? Oh, sturen ze naar het adres bij persoonlijke info. Oh ja, oké. Maar voor de volgende keer geen geld opsturen via de post, want het is heel vaak gebeurd dat sommige post met geldstukken kwijt zijn, oftewel gestolen door de mensen die daar werken. Ik zeg niet dat het zo gewoon echt gebeurt, maar het is toch een beetje vreemd als net die enveloppen waar geld in zit, gaat verdwijnen. Of opeens verdwijnt. Dat is toch een beetje raar. Dus het liefst geen geld opsturen via post, want dat is gewoon niet handig en niet heel veilig. En als je geld opsturen via post, ja, dan kan je beter heel goed verpakken, zodat ze het niet zien, dat ze het niet horen. Oké, dan hebben we een stapeltje met commons. Dat is een Tangela, Rufflet, Houndour, Quagsire, cool, Fortress, Kecleon, Nidoran, Gible, Zubat, Slowpoke, Dynamo, Goldeen, Machop, Makuhita, Hitmonlee, ooh, Lapras, Voltorb en Wooper. Venonat, Oddish, Electric, Barboach, Celio, Cyndaquil, Magnemite, Meowth, Seal, Chingling, nog een Chatot, een Staryu, Poliwag, Ghastly, Energy, Shuppet en een Cubone en een Pineco. En ik snap misschien dat het licht niet zo fijn is. En als het wel fijn is, laat het ook even weten. Uncommons. En ik denk dat ik wat vaker video's ga opnemen, soms bij mijn bureau of hier met dit licht, want soms heb ik geen tijd om in de ochtend op te nemen, want meestal neem ik de video's in de ochtend op, omdat het dan heel licht is en zo. Want ik heb hier boven een hele grote raam zitten, maar als ik zeg maar geen tijd heb om in de middag of in de ochtend op te nemen, doe ik het in de avond. Dan gebruik ik gewoon mijn lamp, maar die is niet zo heel fijn. Maar ik denk niet dat jullie dat heel erg erg vinden. We hebben Hariyama. Ursaring, Magcargo, dat is een oude kaart. Flaffy, een Reverse Pidgeotto, wauw. Executor, Graveler, Magneton, Rhydon, Bibarel, Rotom, Metang, Charizard Spirit Ink, Floatzel, Curlia, Machamp, Klefki, Skibloom en een Yamma, Reverse Hollow. Cool. En dan hebben we nog de Rares. Die is beter dicht getaped dan de andere kaarten. Dan hebben we een Ductrio. Mawile. Reverse Gastrodon. Sableye. En een Arcanine. Cool. Oké, dan hebben we de laatste. En dat is een Charizard Sleeve.
zag ik wat daarin zit. Dat is een Ponyta. Gastly. Rattata. Nidorina. Starmie. Magnemite. En een Venonat. Dus dat zijn wat oudere kaartjes. Dus dit was de FCBM. En hopelijk vonden jullie het leuk. En dan heb ik als laatste natuurlijk nog... de surprise. En dat is, ik heb bijna de 10.000 abonnees gehaald. En dat vind ik echt super, 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 super tof. En allemaal dankzij jullie. En daarom wou ik iets super leuks doen. Iets voor mijzelf en voor jullie. Ik heb namelijk een custom boosterbox in elkaar geknutseld. En ik probeer heel veel packs erin te stoppen van mezelf. En gewoon allerlei packs die ik heb gevonden ergens in mijn kamer of zo. Of van een site of van Marktplaats of zo. En... ik zal jullie even laten zien hoe de boosterbox er nu ongeveer uitziet. Dat ziet er dus zo uit. Ik heb hier... Oké, let maar niet op de Sun and Moon boosterbox. Maar hier hebben we een Charizard, een Rayquaza en mijn logo. En hij zoomt in op mijn logo de hele tijd. Mightyena, Groudon en mijn banner of zo heet dat. En de packs die ik tot nu toe heb, ik zal eventjes een voorproefje geven... is een Flashfire en 1, 2, 3, 4, 5 Sun and Moon. En ik zal nog verklappen dat er... ook Generations in gaat zitten. En Dragons Exalted en Noble Victories Black and White. En nog veel meer. En ik ga nog heel hard zoeken. Voor de 10.000 abonnees heb ik 36 packs in deze boosterbox zitten om te openen voor jullie. En ik ga ze in 2 delen maken. De eerste deel en het tweede deel. Ik ga niet 4 delen maken. Elke deel 9 packs. Maar ik ga 2 delen maken met elke deel 18 packs. Dus het wordt een lekker lange marathon opening voor jullie. Want jullie weten altijd dat ik zeg dat ik... of ik weet niet of jullie het weten, maar ik vind het heel zonde om een boosterbox open te maken. Omdat de kans dat je meer dan 8 Ultra Rares krijgt is 0%. En de maximale EX'en die je kan poelen is 8 EX'en en dat vind ik echt super weinig. Dus misschien als ik overal eens wat packs uithaal, dat ik meer EX'en kan halen. En ja, dat was het dus eigenlijk. Dus hopelijk vonden jullie de video leuk en dan zie ik jullie in de volgende video. Bye bye!